Goedenavond, welkom. Whisky Nederland, mijn naam is Martijn en de Highland Park 18. Eindelijk een review en de Highland Park 18 stond op het lijstje om te behandelen, dus vandaar de Highland Park 18. Ik zal zo direct eerst even vertellen waarom ik deze fles überhaupt heb aangeschaft. Daarna even wat korte informatie over de distillery en als laatste mijn tastings en eindoordeel. Waarom heb ik hem gekocht? Ik wilde een beetje turfachtige whiskies proberen. Nou, ik heb de Ardbeg 10 in de kast staan en geprobeerd. Het is een prima whisky als je ervan houdt, maar ik hield er niet zo heel erg van. En de Highland Park 18, en zo is de Highland Park, schijnt een beetje het beste te mengen van beide werelden. Enerzijds wat turfachtige, anderzijds wat zoetige sherry matured whisky. Dus ik dacht, weet je wat, ik probeer het gewoon. Ik had wat centjes en ik dacht, weet je wat, ik sta de 12 gewoon in één keer over. En ik ga naar de 18, kijken of dat inderdaad zo bijzonder is. Want het is een whisky die behoorlijk geprezen is in de media. 26 prijzen had ik net geteld even op het web. Dus het is een whisky die goed ontvangen is, in de loop der jaren ook. Reviews zijn wisselend, wel over het algemeen positief, maar er schijnt wat kwaliteitsverschil te zijn in verschillende batches. Maar nee, dat zal misschien wel meevallen, dat weet ik niet bij deze. Ja, ik heb er maar eentje. Dus vandaar dat ik hem heb gekocht, Highland Park 18. Nu, wat informatie over Highland Park zelf. Het is een redelijk oude distillery, 1798, dus gaat er wat jaartjes mee. Zijn de laatste tijd heel erg veel bezig met Viking-achtig gerelateerde whiskies. Allemaal bijzondere Viking-namen erin. Op de website zijn ook wat dingen veranderd. Je ziet allemaal mensen die een soort Viking-verleden hebben gehad. Overgrootopa is dan ooit Viking geweest, naar het schijnt. Ik heb een beetje het gevoel alsof dat een beetje marketing-achtige hype-gedoe wordt om het merk weer een beetje nieuw leven in te blazen. Maar prima, iedereen doet wat hij moet doen om te overleven. Voor mij hoeft het niet per se. Ik vind een fles zoals het er zo uitziet prima. De nieuwe flessen van de 12 en 10 die zijn helemaal gegraveerd met allemaal moeilijke Viking gedoe en zo. Maar nou, voor mij niet. Geef mij maar een simpele fles. Verder. 43% deze, Vijand. En al hun whiskies zijn natuurlijk van kleur. Dus er zit niks geks in. Ze draaien hun malted barley zogezegd met de hand om. Wat bijzonder. En de casks die ze gebruiken, die maken ze zelf. Dus ze kopen hout in. Dat verzagen ze tot de juiste lengte en hoek in het de ronding, et cetera. Hoek, ronding, kan niet. Stom gelul. Maar in ieder geval dat het de juiste afmeting heeft. Iets van 45 graden moest het zijn, want dan zou het precies nauw aansluiten. En dan kan er geen whisky ontsnappen. En er stond erbij, net als hun voorouders, de Vikingen, hun boot hebben gemaakt. Bla bla. Dan gaat dat hout gaat naar Spanje. Daar maakt een sherry. Hoe noem je dat? Sherrybedrijf, sherry. Distillerij. Maakt daar kas van. Die maakt daar mooie vaten van. Die vult hij met sherry voor 2 jaar. Dan worden ze leeggehaald. Dan gaan ze naar Highland Park terug. En die casks worden gebruikt om een whisky te maturen. Dat is best wel een bijzondere manier om aan je cask te komen. Een aantal bedrijven en whisky distillerijen dus kopen het gewoon in. De complete cask en al. En zeggen oké, dit is het. Zij kopen dus het hout in. Gaan dat verzagen helemaal. Geven dat hout aan een sherrybedrijf. Die maakt daar cask van. Die gooit sherry in. En dan komt hij terug. Bijzonder. Maar zo gaat het in ieder geval aan het werk bij dat bedrijf. En dan krijg je deze whisky. 18 jaar oud. 43%. En erg in trek bij mensen. Als ik deze fles laat zien en zeg dat ik hem een jaar heb, dan moet dit al iets vertellen over mijn mening over deze whisky. Maar hey, we gaan even kijken wat eruit komt. Als ik mijn neus in deze snifter steek. Dat rokerige, dat is op de achtergrond, dat is ver weg. Het is
zit er wel, maar bij lange na niet zo op de voorgrond. Welke voorgrond zit? Is een van de twee katten die er weer bij wil zijn. Oké. Rood fruit. Een beetje kersen. Ook wat rozijnen. Dan ruik je een klein beetje turf. Een beetje aardeachtig werk, zeg maar. Niet aardewerk, maar ruikt als in aarde, natte aarde. Alsof het net heeft geregend. Een aardbeien. Sinaasappel. En er is ook een beetje, zeg maar, as in. Weet je, wat je overhoudt na een barbecue. Die geur, zeg maar. Daar ruikt het een beetje naar. Nasmaak is een beetje zuur, een beetje branderig, maar niet als in brand, maar meer als in het rokeren, zeg maar, dat je dat proeft. Verder is het een whisky die zeker niet gehaast is gemaakt. Het is geen enorme prikkeling of branderigheid of wat dan ook. In je mond, de smaak is zoetig. Ook een beetje zwavel bij elkaar, dus je moet zoetere smaken, wat zwavel, wat verbrand hout. Ik pikte tijdens de smaak een beetje grapefruit op, een beetje citrusachtige smaken. De neus is echt overwegend zoet, vind ik. Met elke keer zo'n vleug met rook die naar binnen komt. En dit is echt niet die rook, zeg maar, die je in artbags naar binnen werkt. Dit is echt wel verfijnder, vind ik. Wat delicater. Dit is zoetig. Een beetje hem doorslikt. Die even een beetje zuur. Een beetje kruidig. Het is lekker verwarmend ook. Het is niet. Het is echt wel een whisky die een stevige smaak heeft. Nasmaak is ook lang, zeg maar. Je hebt een lange afdronk. Een beetje rokerig. Die grapefruit die je proeft, de nasmaak is meer sinaasappelachtig. Dus wat zoeter weer. Dus hij begint zuur, wordt rokerig. En daarna proef ik wat zoeters. Het is echt wel een whisky waar een hoop in zit. En dat rokerige, dat blijft erin zitten. Maar je merkt dat hier sherryvaten zijn gebruikt. Dit is echt wel ook een zoete whisky. Dit is het echt wel wat zoeter. Maar het is weer geen Glendronics, zo'n sherrybom, zeg maar. Het is een tijd geleden dat ik hem heb gedronken, maar ik begin steeds meer te snappen waarom die zoveel prijzen wint. En het is een dure fles. En dat neem ik ook wel mee in mijn overweging of ik hem nog een keer ga kopen, ja of nee. Is dit waard? De 12-jarige ga ik sowieso nog wel een keer kopen, want ik moet wel wat vergelijkingsmateriaal hebben, vind ik. Maar dit is een lekkere whisky. Een interessante whisky. Het is niet mijn meest populaire fles. Dit is niet een whisky die ik dagelijks zou pakken als ik dagelijks zou drinken. De prijs speelt ook wel enigszins in mee natuurlijk. De neus is vol, wat ik opgeschreven. Rokerig en fruitig, dat is allebei. Dat is wat een hoop whiskies niet hebben. Of juist overwegend rokerig of overwegend fruitig. Deze pakt precies allebei. Je ruikt echt fruit en rook. Fruit en rook. Het gaat heel de tijd door elkaar heen. Erg lekker, interessant.
Ik heb op het moment dat ik de review heb geschreven, heb ik hem een 7 gegeven. En ik denk dat dat nu niet meer terecht is, als ik nu naar mezelf kijk voor vandaag. Het is meer. Hij is wel duur en ik snap ook wel dat ik dat toen heb gedaan. Ik vond hem te duur en niet bijzonder genoeg. Ik vind wel dat hij nu die echt een tijd staat, bijna een jaar, nee, een jaar zelfs. Dat er een hoop is gebeurd, er is zuurstof bijgekomen. Dat vind ik dat deze fles goed heeft gedaan. Hij is meer in harmonie, de geuren. Nou, wat gaan we hem geven? Het is geen 9. Daar vind ik hem niet bijzonder genoeg voor en enigszins duur. Maar ik vind het wel echt een interessante, lekkere whisky. Die echt wel, zeker als je aan het barbecue bent of zo, dat je hem erbij zet, een glaasje erbij, en dan kan je hem echt wel waarderen. Wel aan de prijs. 100 euro of meer, afhankelijk van waar je hem koopt. Ik zeg een 8. En dat is helemaal niet verkeerd, denk ik. En ik weet zeker, als die iets verdediger was, dan zou die hoger scoren. Ik hou bij mijn reviews altijd rekening met de prijs. Ik vind de prijs een wezenlijk onderdeel van het oordeel. Ik ga niet sec op smaak af, dan zou die misschien hoger uitkomen. Maar ik zeg een 8 voor de Highland Park 18. Zeker de moeite waard. En kan je hem in een aanbieding kopen, dan vind ik dat het cijfer stijgt. En dus zou je hem zeker moeten kopen. Vind je de Highland Park 12 erg lekker? Zou ik het zeker doen. Twijfel of je hem lekker vindt, is het denk ik een beetje riskant om deze te kopen. Dan zou ik denk ik de 12 kopen. Die zal echt wel verschillen van smaak. Dat ongetwijfeld met deze. Maar alle Highland Parks hebben hetzelfde principe. Rokerig en sherry smaken door elkaar heen. Maar deze sherry smaken zijn lang geëvalueerd in die fles. En dus heb je andere smaken. Mijn 8. De Highland Park 18. Oké, mensen, bedankt voor het kijken. Volgende review. Wordt denk ik geen review. Maar dan ga ik mijn whiskycollectie eventjes laten zien. Dat is ook wel een beetje spannend. Want ik heb stiekem meer flessen dan ik dacht. Ook niet dat ik een of andere complete alcoholist ben. Maar in ieder geval volgende keer mijn whiskycollectie. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En